Een goede avond, Nick. Eerste runner-up. Vertel eens, wat is uw eerste indruk van vanavond? Heel overweldigend. Je verwacht het niet. Je stapt hierin in de avontuur met goede moed en met heel veel hoop. Maar dan gaan de maanden gaan vooruit en je doet zoveel en je maakt de campagne. En je zorgt ervoor dat je zoveel mogelijk gedaan krijgt. En dan, vandaag is zo snel gegaan, dat is onbeschrijfelijk. Dat was, jullie hebben hier nu een show gezien van een goede 4 uur, maar voor ons was dat een kwartier en dat was voorbij. Dus we hadden vandaag echt geen tijd om erbij stil te staan. Dat was gewoon gaan. En kijk, het heeft zijn vruchten afgeworpen blijkbaar. Van stress was er niet veel te zien op het podium. Hoe voelde je van binnen? Was dat wel stressvol of had je echt zoiets van, we gaan ervoor, we zien wel? Ik heb eigenlijk heel de dag gestresst gehad, totdat we de overal aandeden met het openingnummer. En dan begon mijn maag te zeggen van, oh, oei, oei. Maar één keer dat ik dat gedaan had, dan dacht ik in mijn eigen, oké, nu ga ik gewoon gaan. Dan heb ik mijn 200% gegeven en ik denk wel, ik ben wel trots op wat ik heb gedaan. Wat is je doel nu het komende jaar? Mijn doel nu het komende jaar is eerst en vooral mijn eigen campagne verder uitwerken. Aangezien dat ik nu nog altijd de steun heb van Mr. Gay Belgium. Want mijn thema is puur wetgeving, adoptie is pure wetgeving. En als ik de naam mag gebruiken van een organisatie, een nationale organisatie, wordt er snel naar u geluisterd en wordt uw mening sneller gerespecteerd. En daarnaast ga ik Bart zoveel mogelijk ondersteunen bij wat hij nodig heeft. Wat zijn thema aanbelangt mij ook, want ik werk ook in de ouderenzorg. Dus ik vind dat ook een heel belangrijk thema, wat dat echt aangepakt moet worden. Dus ik ben... Ik ben heel blij dat ik hem mag steunen in alles wat hij gaat doen. First runner-up wilde ook zeggen, vervang het mister als hij er niet is. Hoe sta je daar tegenover? Ja, altijd welkom. Ik wil ook wel zo'n lintje met Wacharowski kristallen. Maar als hij niet kan, dan spring ik gerust in. Helaas is een lintje zonder kristallen geworden, maar het is wel een lintje. Dus ik wens jou in ieder geval het allerbeste dit jaar en geniet ervan, want het is zo voorbij. Dank u wel, ga ik doen.